Rappers worden meestal gezien als de maker van de muziek. Maar de man achter de knoppen is minstens zo belangrijk. Nederland kent veel producers van topniveau die zowel de clubs als het internet domineren. 101 Bars gaat langs bij een aantal hitmakers van Nederlandse bodem. Deze keer zijn we bij Frasie in de studio. Hij is al 9 jaar bezig met het produceren van beats en is het meeste brein achter de hit Waar ik morgen ben van Lijpen. Vandaag nemen we een kijkje in zijn studio in Sittard. Ik weet niet waar ik morgen ben, ik weet niet eens of ik er morgen ben. Of ik er morgen ben, mama ik haal die zorgen weg. Maar misschien ben ik morgen weg, en ik morgen weg. De samenwerking met Lijpen is begonnen een tijdje geleden toen ik bij Punch Out was. Frasie had mij een keer een paar beats gemaild. Tenminste, ik kende die jongen al van Punch Out Battles natuurlijk. Ik zag hem, volgens mij was het op Twitter of zo, zei hij van hey, ik zoek beats, weet je. Dus ik appte hem, ik zei van luister, ik heb een beat. En ik stuur hem op en laat me weten wat je ervan vindt. Ik begon dus eerst met guitar mutes, zo noem ik dat, weet je. Die klinken dus zo. Er zat een hele gekke melodie in, die pakte mij al gelijk vanaf het begin. Het volgende wat ik heb gedaan zijn de bells. Lijpen stuurde hem eerst terug inderdaad, hij stuurde de track van Waar ik morgen ben, stuurde hij. Ik hoorde die refrein en ik wist het al, weet je. Ik wist al van oké, als hij deze gaat uitbrengen, ongeacht of het nou een clip is of geen clip, weet je, dacht ik van ja, hier kan wel iets mee worden. Vooral dat zingen in het refrein, dat was toen echt nieuw. Nu doe ik het vaker, maar toen in die tijd was dat gewoon apart als ik dat deed. Ik weet niet waar ik morgen ben, ik weet niet eens of ik er morgen ben. Of ik er morgen ben, mama ik haal die zorgen weg. Maar misschien ben ik morgen weg. Ik weet niet waar ik morgen ben, ik weet niet eens of ik er morgen ben. Toen ik het hoorde en het begon gelijk met het refrein en ik hoorde die tonen, ik dacht van ja man, deze tonen, die ook waar ik morgen ben, weet je, die pakken je wel. Ik weet niet waar ik morgen ben, ik weet niet eens of ik er morgen ben. Je weet toch, want die zin is al best pakkend. Toen dacht ik van, hoe maak ik het nog pakkender? Toen zat ik in de studio op dat moment toen het gebeurde. Toen dacht ik van, dit moet ik niet rappen. Ik heb gaten in mijn hand, hou die praatjes voor de krant. Ben op stapels, wil niks weten van je motherfucking plan. Fok een goede band, lijpen door de hoede plank. Maar de straat op elke dag maakte mijn moeder bang. Nou, de drums, ik hou ze altijd makkelijk, weet je. Ik hoef ze niet speciaal in te tikken, ik bedoel... Je kan ze gewoon zelf aanklikken en daarnaast kan je ze zelf quantizen hoe je ze wil hebben, weet je. De bassline, die heb ik op deze manier gemaakt. Het klinkt lekkerder, zeg maar, op de drums, dus vandaar heb ik het zo aangepakt. Ik heb de kicks. Ik doe mijn kicks altijd anders. Het is niet dat ik een vaste patroon heb waar ik me aan hou of zo. Ik hou graag van variatie natuurlijk. Ja, en dan zijn het gewoon heel veel claps achter elkaar en die vormen dan een gehele, zeg maar. En dan heb je dit, man. Wie is deze beat? Ik weet niet waar ik morgen ben, ik weet niet eens of ik er morgen ben. Of ik er morgen ben, mama ik haal die zorgen weg. Maar misschien ben ik morgen weg, en ik morgen weg. Ik weet niet waar ik morgen ben, ik weet niet eens of ik er morgen ben. Mama, ik haal die zorgen weg. Maar misschien ben ik morgen weg. Ja, ik wist ergens weg. Ik pakte sowieso al best wel veel views in die tijd. Dus dat was allemaal niet nieuw meer. De meest gekke reacties krijg je op die track uiteindelijk. Alle lichten gaan aan van de telefoons en de clublichten gaan uit. Wanneer je die track doet in de club. Het geeft me wel een tevreden gevoel op zich. Weet je? Je doet je werk. En eindstand krijg je er ook gewoon erkenning voor. En daar doe je het voor.